Hallo allemaal, ik ben Loortje van den Brink en werk bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Het orkest bestaat al meer dan 100 jaar en treedt bijna elke week op in de grote zaal van de Doelen. Je hebt het gebouw de Doelen misschien al wel eens gezien. Het staat namelijk tegenover de grote Pathé bioscoop in het centrum van Rotterdam. Zijn jullie al eens in de grote zaal van de Doelen geweest? Ik heb een vraag voor jullie. Weten jullie hoeveel stoelen er zijn in de grote zaal voor het publiek? Het Rotterdam Philharmonisch Orkest is een professioneel orkest. Dat betekent dat alle muzici voor hun beroep een instrument bespelen. En ook nog eens op een heel hoog niveau. Het is eigenlijk net zoals de bakker die brood bakt, of de leraar die les geeft, of het beroep van jullie vader of moeder. Ikzelf was 5 jaar toen ik begon met vioolspelen. En vioolspelen is uiteindelijk mijn beroep geworden. Weten jullie hoe je iemand noemt die viool speelt voor zijn of haar beroep? Ik ga jullie vandaag meer vertellen over misschien wel de allergrootste in de klassieke muziek. Dat is namelijk Johann Sebastian Bach. Kennen jullie hem? Hij hoorde de mooiste melodieën in zijn hoofd en schreef deze in muzieknoten op papier. Hoe noem je nou iemand die de melodie hoort in zijn hoofd en deze op papier zet? Johann Sebastian Bach schreef een heel beroemd lied voor orkest, namelijk de Air. Ik zal er een stukje van spelen. Je herkende de melodie misschien al een beetje, want tijdens de muzieklessen hebben jullie gewerkt aan de Euromast. Het lied dat gaat over de hoge gebouwen in Rotterdam, zoals de Euromast. De melodie die gebruikt wordt in dit lied is verzonnen door Johann Sebastian Bach. Ik speel nu nog een keer de Air, maar dan samen met het lied van de Euromast. Johann Sebastian Bach werd geboren in Duitsland in 1685. Dat is alweer meer dan 300 jaar geleden. Maar de muziek die Bach schreef wordt nog steeds overal ter wereld gespeeld. Bach was zelf ook violist, maar ook nog eens organist, klavecinist, maar vooral componist. Hij schreef heel veel muziek voor orgel. Klaversymbool. Welk instrument lijkt op de klaversymbool, maar vond men later pas uit? Is dat de klarinet, de piano, het orgel of de cymbaal? Bach leefde in een tijd die heel anders is dan nu. Er bestond nog geen computer, geen mobieltje en ook nog geen tv. Er waren nog geen auto's en geen treinen. De mensen reisden als ze het konden betalen, per koets en schreven elkaar brieven.
Een pen bestond ook nog niet, maar er werd een veer gebruikt die in de inkt doopte. Deze inkt zie je terug in het notenschrift van Bach. Kijk, hier heb ik een bladzijde waar je dat handschrift van Bach kan zien. De periode waarin Bach leefde wordt de barokperiode genoemd. Een periode met heel veel versieringen. Zo droegen mensen graag pruiken en versierde kostuums. Ook in kerken en schilderijen zie je overal versieringen. Kijk, ook mijn lessenaar is een goed voorbeeld van deze versieringen, zoals deze werden gebruikt, gemaakt in de barokperiode. Welk schilderij komt uit de barokperiode, denk je? Dit was de les over Johann Sebastian Bach. Nu weten jullie dat Bach een van de allergrootste componisten ooit was, dat de R een van zijn beroemdste liederen voor orkest is, dat Bach leefde in de barokperiode en dat in de barokperiode veel versieringen werden gebruikt in muziek en bijvoorbeeld schilderijen, kerken en kostuums. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en iets hebben geleerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!